42 jaar geleden werd ik leraar op het MBO, wiskundeleraar. Een prachtig emanciperend onderwijs. Dat heb ik ook gedaan in het HBO en in het voortgezet onderwijs. En ik heb me wel in toenemende mate zorgen gemaakt over de kansen voor kinderen en over de positie van leraren. En daarom ben ik de politiek ingegaan, acht jaar geleden in de Kamer. En we hebben best veel bereikt. Maar het is niet genoeg en onze prijs gaat omhoog. Letterlijk ook. We hebben een plan van 10 miljard. En dat is gebaseerd op een visie die we in de afgelopen jaren hebben ontwikkeld... ...op kansengelijkheid en wat daarvoor nodig is. Je vindt het op d66.nl slash onderwijsvisie. En hoofdstuk 1 van dat boekje, dat gaat over de leraar. Die leraar die ik was. Waarom wilde ik zo graag leraar worden? Omdat het een prachtig vrij beroep was. Ik ging over het onderwijs. Ik ontwierp het samen met mijn collega's. Dat wil ik terug hebben. Die zeggenschap, dat eigenaarschap van leraar. Er is zoveel ontnomen, dat moet terug. Want dat is de kern. Daarom is het ook zo mooi en zo mooi vrij beroep. Wat ook nodig is is tijd. Je hebt echt tijd om je te ontwikkelen, om je onderwijs te ontwikkelen als leraar. Dus minder lesuren voor leraren, zeggen wij. En geld naar scholen, rechtstreeks naar de klas, naar kind, leraar, ouder die samen beslissen waar het geld aan besteed wordt. Maar er is meer nodig. Kijk naar de jongste kinderen. tienduizenden kinderen komen met een taalachterstand aan op de basisschool. Dat zou niet hoeven als we gratis toegankelijke kinderopvang hebben die gericht is op de ontwikkeling, op de taalontwikkeling van kinderen. Samen spelen. Dat zetten we voort in het basisonderwijs. Gratis buitenschoolse opvang, zodat voor ieder kind een rijke schooldag mogelijk is, onafhankelijk van wie je ouders zijn. Elk kind maakt kennis met sport, met cultuur, met natuur, met huiswerkbegeleiding, met individuele begeleiding, waar leraren ook tijd voor moeten krijgen. Uh, meer geduld aan het eind van de basisschool met de overgang naar het voortgezet onderwijs. Niet afrekenen op wat je niet kunt, maar stimuleren wat je wel komt. Veel meer geduld in die overgang. Dus ook bredere brugklassen en dus ook een maatwerkdiploma. Kijk naar het talent, stimuleer dat en geef het een kans in dat maatwerkdiploma. We zijn een land van hokjes. We deden kinderen in in hokjes. Passend onderwijs is niet goed gelukt. D66 was er tegen. Wij willen echt inclusief onderwijs voor ieder kind. Er is niets in deze visie wat zo ver weg is, maar we willen wel die weg inslaan. Inclusief onderwijs, er zijn al schitterende voorbeelden in Nederland, laten we het stimuleren. Wij hebben een pakket van 10 miljard, wat, wat tevens ook een structureel karakter geeft aan het eenmalige pakket van 8,5 miljard wat er nu ligt. Als jullie ook willen dat die structurele kansen voor kind en leraar en ouder er komen. Stem aan D66. Stem voor onderwijs.